Goedendag. We begonnen deze maandag op veel plaatsen met mist en nevel. En af en toe was het zicht, vooral in het midden van het land, best wel slecht, zoals hier achter me. En daar had het verkeer ook af en toe best wel veel last van. Maar in het noorden van het land begon de dag best vriendelijk met een mooi zonnetje. Daar was slechts wat grondmist te zien en die grondmist die was snel opgelost. Dus best wel wat verschillen deze ochtend in het land. En ook op de satelliet zien we die verschillen terug. In het noorden van het land veel ruimte voor de zon. Terwijl over het midden van het land een strook met mist en lage bewolking hing. En in het zuiden was het weliswaar een lange tijd helder, maar daar neemt nu de bewolking toe. Op nadering van de storing. En op de computeranimatie zien we dat ook allemaal mooi terug. Nederland zou rond het middaguur. Met in het noorden nog die zon en vanuit het zuiden dus toenemende bewolking op nadering van een storing. En ja, als de boel in beweging wordt gezet, dan zien we het ook gebeuren. Een storing trekt de komende avond en nacht over het land met regen. En ook morgen blijft het lange tijd bewolkt met perioden met regen en af en toe ook een paar buien. Het blijft dus al met al wisselvallig. En ook de rest van de week zien we vanuit het westen storingen dichterbij komen. Waarbij het af en toe flink kan doorregenen en ook zo nu en dan wat wind kan staan. Nou, al met al dus echt wel een wisselvallige week. Nou, vanavond hebben we dus al te maken met die eerste storing... die vanuit het zuiden het land binnentrekt. In het noorden van het land blijft het toch tot middernacht droog. En komende nacht trekt die storing dan door. En dan is het vooral in het noorden van het land lange tijd nat. En de temperatuur daalt naar een graad of 11. Zoal de wind daarbij, die draait meest naar het zuidoosten en is veelal matig van kracht. Na morgen draait die wind verder naar het zuiden toe. In het zuiden van het land ook de iets betere papieren, misschien in Zeeland zelfs een beetje ruimte voor de zon. Maar de bewolking heeft echt wel de overhand en de temperatuur ligt zo halverwege de middag op een graad of 13. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig weer, met vooral donderdag periode met regen. De vrijdag belooft iets beter te worden. Dan kan misschien even de zon tussendoor schijnen, maar je ziet het al. Ook het weekend belooft echt wel weer wisselvallig te verlopen. En ook in de temperatuurpluim zien we ook dat de temperatuur zo al rond de 13 à 14 graden blijft hangen. En ja, het blijft dus echt wel wisselvallig weer de komende tijd. Fijne dag.